26 mei was alweer de 16e editie van de Nationale Golfdag voor Automatisering. Executive People was mediapartner van dit succesvolle event. En zelfs Winterweg 7 kon de deelnemers er niet van weerhouden een spannende wedstrijd te spelen. Konden tijdens een clinic kennis maken met het spel. Ja! Van de voorzitter van de Nationale Golfdag voor de Organisering, Armand Draaij. Ik wil iedereen hartelijk welkom heten namens Europees. Jullie zien hier Technomark, TechTrade en zeg maar een nieuwe sponsor, Executive People. Ik zou graag een hartelijk applaus willen hebben voor onze hoofdsponsor. En daar is de winnaar. Team Ed. Ik ken ze. Ik heb begrepen dat ze min 5 hadden, ze weten tegenwoordig hoe het werkt, sommigen hadden het gevolgd. Maar ze hebben min 5 gelopen en ja, ik vind het een fantastische prestatie voor 9 van die wachtgevers. We gaan naar de overall winnaar. Met een totaal aantal van 42 punten. Daarvoor! Met een handicap van 22. En al diegenen die duimpoot roepen, die zijn jaloers. We weten allemaal hoe moeilijk het was vandaag. Ik moet heel eerlijk zeggen, handicap 22 met 42 punten thuiskomen, dat is serieus. Ja, dat is serieus. De eerste prijs is gewonnen door de heer Koersel Man. Applaus. Ja, ik weet het. Alsjeblieft, van harte gefeliciteerd. Er wordt nog een mooie drijf bij, maar volgens mij sloeg je al ontzettend ver, heb ik begrepen. Dank je wel.